Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 14 september. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik heb gisteravond lekker televisie gekeken. Goede tijden. Vier handen op één buik. Het was op zich wel leuk. Alleen ik blijf me toch altijd nog wel verbazen hoe mensen toch zwanger kunnen raken. Op die leeftijd. Het was, ja, ze wilde het ook wel heel graag, maar het was eigenlijk niet echt de ideale situatie. Dit meisje woonde begeleid. Daar mocht ze niet blijven wonen met een kindje. Die jongen die woonde, die had alleen een kamertje voor zichzelf. Die moest de rest delen met twee andere mensen. Ze hadden ook beide best wel een achtergrond. En uiteindelijk moest zij dus naar een moeder-kindhuis met het kindje, omdat ze daar dus niet mocht blijven wonen. Die jongen mocht daar natuurlijk niet wonen, dus ja, ik weet het niet. Het was allemaal, het was op zich wel een mooie uitzending, maar ja, ik snap het soms gewoon niet zo goed. Ik heb daarna weer even Splatoon gedaan, dat was ook wel weer heel erg leuk. Toen heb ik de vlog afgemaakt en de foto's bewerkt, dat is allemaal gelukt. Toen ben ik Onder Vuur gaan kijken en Vuurzee, dat waren ook weer twee mooie afleveringen. Dus en mijn boek lekker gelezen, die is weer bijna uit. Dus ja, ik ga er vrij hard doorheen. Ik ga zo meteen de woonkamer doen. Moet even eventjes een nieuw tafeltje neerzetten voor de kleden. Dus dat ga ik zo ook eventjes doen. Dus ik ga jullie gewoon weer meenemen. Dus ik ga nu gewoon eventjes aan de gang. Des te eerder ben ik klaar. Dus ik ga muziek aanzetten en eventjes aan de schoonmaak. Ik heb trouwens gisteren ook nog naar Ajax gekeken. Maar dat was echt drama, want die hebben verloren. Dus dat was niet echt een hele, ja, geweldige wedstrijd. Ze deden het niet super goed. Dus ik zet maar weer in op het weekend dat het dan weer beter zal gaan. Alles is weer schoon, dus dat ging soepeltjes. Ik moest even wat inscannen, dat is ook gelukt. Ik heb nog eventjes aan mijn mus gewerkt. Nou, het mandje voor de kleding staat, zit alleen een sticker op en die krijg ik niet zo makkelijk af. En je kan deze niet met stickerverwijderaar doen, want het is eigenlijk een soort karton. Dus nog eventjes gaan prutselen hoe ik dat eraf ga krijgen. Maar ik vind het in ieder geval wel heel mooi staan. Dus ja, wel weer een fijn gevoel dat alles weer gedaan is. Ik heb even schoon mijn loopstrop. Ik heb nu deze kleur erop, want de grijze die zaten allemaal in de was.
er was van het weekend ook bier overheen gegaan. Dus ik dacht, nou doe ik eventjes een keer lichten. Past wel minder bij het interieur, maar voor nu is het prima. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond gewoon goede tijden en Steenrijkstraat arm. Ik denk daarna nog even hutsen naar Rex kijken. En dan ga ik tussendoor nog wel eventjes een beetje gamen. Ik moet mijn blogpost gaan schrijven vanavond. Ik moet nog even een thumbnail maken voor de vlog. Dan kan die ingepland worden. En verder heb ik vanavond gewoon weer onder vuur en ga ik weer kijken naar oogappels. Daar heb ik wel zin in. Er is al uitgelekt dat er een vijfde seizoen aankomt. Mocht eigenlijk niet helemaal, maar ze hebben het al verklapt. Maar dat vind ik helemaal niet erg, want daar ben ik heel blij mee. En ik denk dat ik vanavond het boek ga uitlezen. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 15 september. Ik ben klaargemaakt. Ik zit net naar mijn raam te kijken en ik zie dat er vogelkak op zit. Heel fijn. Aan de buitenkant kan ik niet bij. Mijn ramen worden niet gewassen. Dus, hij is fijn. Ik moet zeggen dat ik de laatste dagen best wel met verbazing naar het nieuws heb gekeken. Het grote afscheid van Queen Elizabeth is bezig in Engeland. En als je ziet hoe groot dat daar gaat, dan denk ik van wij kennen dat helemaal niet. Nou hebben wij volgens mij ook nooit een vorst of vorstin gehad die natuurlijk op de troon eigenlijk is overleden. Maar ik had wel zoiets van, oké, wat een geleur eigenlijk. Hè? Eerst in Schotland een afscheid. Eerst gewoon natuurlijk op dat vakantiehuis waar ze overleden is. Toen 6 uur met de auto naar een andere plaats toe. Toen per vliegtuig naar Buckingham Palace. Toen is ze gisteren overgebracht naar weer een andere plaats waar de mensen afscheid van haar kunnen nemen. Nou ja, afscheid. Ik bedoel, als ik zag mensen die lagen. Ik ben trouwens heel verkoud hoor. Mensen die zijn in tentjes gaan slapen daar, zodat ze een goede plek hadden. Zo'n rij kon 30 uur duren, dus je kan 30 uur in de rij staan. Je mag letterlijk alleen langs de kist lopen en je moet er weer uit. Dus ik denk eigenlijk is het ook maar heel kort, maar dan kun je zien hoe belangrijk het Koningshuis in Engeland is voor de mensen. Want ik heb het idee dat wij dat gewoon niet kennen, maar ja, best wel indrukwekkend om te zien. Vooral natuurlijk omdat, ja, ja, hoe moet je dat zeggen? Wij kennen dat gewoon natuurlijk niet. Dus ik vind het ergens ook wel indrukwekkend. Het gaat er ook echt nog steeds wat dagelijks over. Dus ja, bijzonder eigenlijk wel. Ik heb gisteren gekeken naar Goeie Tijden en Steenrijkstraat arm. Vond ik een hele mooie uitzending. Ik wilde eigenlijk Hudson en rechts gaan kijken, maar die kreeg ik op de computer even niet geopend. Dus toen ben ik gaan gamen. Want het lukte niet zo. Dus ik dacht, nou, moet ik maar eventjes kijken. Mijn laptop is gewoon nog steeds heel traag. Dus die moet ook echt even leeggetrokken worden. Ik ben voor iedereen de laptops aan het repareren. Maar die van mezelf, die laat ik weer liggen. Dus daar moet ik ook echt even aan beginnen. Ik heb wel weer, ik heb mijn blogpost geschreven. Ik heb de vlog ingepland, thumbnail gemaakt. En daarna heb ik onder vuur gekeken. En daarna oogappels. Het was weer genieten. Ik heb voor het eerst weer, ik had van het weekend ook al lange mouwen aan de vorige week. Maar voor het eerst weer dat het nu weer echt kan, zeg maar. Omdat het echt volgens mij 17 graden is. En het is zo lekker aan het waaien buiten. Ik vind het wel echt genieten weer, dit weer. Ik ga nu eventjes stofzuigen. En dan ga ik 2 video's opnemen. En daarna ga ik even schilderen op nummer. Dus ik ga jullie daarin gewoon eventjes meenemen. Dus eerst maar eventjes de stofzuiger er doorheen trekken.
even de zelfgemaakte poesjes van lente een lief plekje gegeven. De blonde die mogen nog even blijven hangen tot ze zacht zijn. Maar ik vind ze wel heel leuk staan. Hier nu nog een leuk plekje uitkiezen voor het eekhoorntje. Dus dat staat wel heel leuk zo. En het eekhoorntje staat er zo leuk naast. Dus dat past mooi zo. Dus hartstikke leuk vind ik het zo geworden. Nou, katjes hebben hun eten op. Ik ben 2 video's verder en heb dus nog even lekker geschilderd op nummer. Maar het wordt nu wel lastiger, want nu komen echt wel een beetje de kleine details. Dus dat is wel een beetje moeilijk, maar ik moet gewoon even heel goed opletten en dan komt het vast wel goed. Dus ja, ik vind het ook wel leuk weer om ermee bezig te zijn. Maar ja, dit was gewoon even iets pittiger, maar geeft niks. Ik ga zo in ieder geval eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond goede tijden kijken, meester Frank Visser. Ik wil sowieso nog even gamen, want Fortnite loopt bijna af. Zaterdag is het einde seizoen. En dan kunnen we een dag niet spelen en dan geloof ik zondag ergens weer. Maar dan zal de server overbezet zijn, want dat is altijd heel druk. Ja, misschien ook nog even terugkijken. Ik moet even zien. Ik moet foto's bewerken. En ja, verder eigenlijk niet zoveel. Ik ga weer onder vuur kijken en vuurzee. Dus dat is ook wel weer leuk. Vanavond heb ik wel echt mijn boek uit. Gisteren is het niet helemaal gelukt. Maar ik denk dat ik het vanavond wel echt uit heb. Dus dan kan ik ook weer een nieuwe starten. En ik heb alweer een paar nieuwe binnen. Weer een vervolg op een van de boeken die ik had gelezen. Die was er helaas nog niet, maar die was er nu. Dus die heb ik ook mooi binnen. Dus dat eigenlijk. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder niks meer doen dan even relaxen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze vrijdag. Het is 16 september. Ik ben klaargemaakt. Ik heb voor het eerst de nieuwe dagcreme geprobeerd van de Lidl van het merk Shein. Ik moet zeggen, tot nu toe is de ervaring positief. Mijn gezicht deed geen pijn toen ik het aanbracht. Dat vond ik al een hele verademing. Dus tot nu toe is de ervaring positief. Maar ik zal het natuurlijk wat langer moeten testen om te kunnen zeggen van blijft dit goed gaan voor mijn gezicht. Ik moet daarin ook gewoon heel erg wennen, want voorheen kon ik eigenlijk alles op mijn gezicht smeren wat ik wilde. Mijn lichaam accepteerde alles, althans de huid van mijn gezicht. En dat is in korte tijd zo veranderd, omdat het zo gevoelig is geworden dat eigenlijk heel weinig nog oké is wat ik erop smeer, omdat het pijn gaat doen of wat dan ook. Dit is wel eigenlijk, met make-up is dit niet zo, maar het is wel echt puur met gezichtsverzorging. De huid van mijn lichaam is verder altijd wel heel gevoelig geweest. Ik kan geen goedkope wasmiddel of wasverzachter gebruiken, want dan krijg ik uitslag en dan krab ik me eigenlijk helemaal gek. Dit werkt ook een beetje zo met body lotion. Ik kan ook echt niet alles erop smeren. Ik bedoel, je hebt ook hele goedkope body lotions. Nou, die hoef ik niet te gaan gebruiken, want daar reageert mijn lichaam gewoon niet goed op. Maar het is voor mij wel eventjes een heel nieuw proces dat mijn gezicht daar nu ook zo op reageert. Maar ik ga het meemaken en ik zal jullie op de hoogte houden van de dagcreme, hoe die werkt. Ik ga vanavond ook de nachtcreme proberen, dus we gaan het zien. Ik heb mijn nagellak eraf gehaald, want ik was er helemaal klaar mee. Het was zo aan het beschadigen. Ik vond hem zo slecht. De kleur was heel leuk, maar ik had zo snel chips en zo dat ik er echt klaar mee was. Ik heb gisteravond Goede Tijden gekeken en meester Frank Visser. Toen ben ik nog eventjes gaan gamen. Was verder wel weer leuk. Ik heb mijn foto's bewerkt, dus dat ging allemaal goed. Ik heb nog wat nieuwe boeken op de e-reader gezet. Dus dat was ook top. Toen ben ik onder vuur gaan kijken en daarna vuurzee. Vuurzee komt al wel echt een beetje nu naar het einde toe. Dus wel heel spannend. Ik ben echt super benieuwd wat er nou allemaal is gebeurd. Dus dat was wel heel leuk. Dus ja, dat was eigenlijk verder wel positief. Ik ga nu eventjes lekker zometeen stofzuigen. Dan ga ik de slaapkamer lekker doen, want die moet gedaan. Ik zit me nu te bedenken dat ik eerst vlees uit de vriezer moet halen. Dus dat ga ik eerst even doen. Maar ik ga jullie gewoon meenemen met de slaapkamer doen. Dus ja, ik ga nu eventjes aan de gang. Thank you.
Ik ben ook weer lekker klaar met schoonmaken. Ik heb het er best warm van gekregen. Het was best wel, ja, toch nog wel warm als je bezig bent. Maar oké, ik weet ook eigenlijk niet hoeveel graden het is. Ik zal eens eventjes kijken. Het is 16 graden. Binnen koelt het nu af. Volgens mij stond hij nu op 22 graden. Dus dat gaat de goede kant op. Ik heb nu de afgelopen dagen ook niet meer gelucht. Dus ik hoop dat het blijft zakken. Maar ja, wel weer fijn. Lekker schoon bed. Alles is weer even lekker schoon. Dus dat is wel heel fijn. Even gelijk opgeruimd. Dat was ook best wel een bende geworden. Dus dat is wel top. Dus ja, daar ben ik wel weer blij mee. Nu ga ik zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond heb je weer Flikker Rotterdam waar ik naar ga kijken. Misschien nog even wat terugkijken. Ik wil sowieso ook nog even gamen. Ik moet de video in elkaar zetten. De blogpost moet geschreven worden. En ik ga onder vuur kijken. En vanavond Roze Geur en Wodka Lijmen. Dat wordt het verder ook wel. Maar nu zo eerst eventjes lekker even sowieso weer even wat drinken. Ik had net al wat water gedronken. Ik ben best wel dorstig van het schoonmaken. Omdat ik eigenlijk tussendoor dan gewoon niks drink. Dat is ook niet zo heel slim. Maar ja, zo ben ik gewoon niet. Want dan wil ik gewoon doorgaan. Maar goed, ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks meer doen dan even lekker relaxen. En eventjes een beetje bijkomen. Dus nou ja, ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 17 september. Ik ben klaargemaakt. Ik heb het best wel fris, moet ik zeggen. Het is ook lekker aan het regenen. Het is echt een combinatie van regen, droog. Maar het is wel lekker. Dus ja, daar ben ik wel blij om. Maar het is dus wel een beetje fris. Maar ja, ik vind het wel weer lekker dit. Ik ga zo meteen eventjes de waterkoker rondkoken. Die moet even schoongemaakt worden. Dan ga ik eventjes mijn keukenkastje opruimen van de schoonmaakmiddelen. Dus ja, eigenlijk een beetje rommelen. Maar eigenlijk gewoon even een beetje wat kleine klusjes die wel lekker zijn om eventjes te doen. Ik wil sowieso nog eventjes aan mijn blogboek en YouTubeboek gaan werken. Dus ja, dat is nu wel even de planning. En misschien bedenk ik nog wat dingen die ik wil gaan doen. En komen die er nog bij. Maar ik ga jullie in ieder geval gewoon meenemen. Ik heb gisteravond weer lekker naar Flikker Rotterdam gekeken. Het was weer echt heel erg mooi. Het was weer een hele mooie uitzending, moet ik zeggen. Dus daar heb ik ook wel weer echt van genoten. Nou, daarna ben ik Splatoon gaan doen. Daar zat ik ook wel weer eventjes lekker in. Dus dat was ook wel weer eventjes heel fijn. Ik heb ondertussen ook nog eventjes de vuilste jobs van Nederland gekeken. Dat is ook best wel interessant. Het zijn gewoon mensen die echt best wel, ja, werk doen die niet al te fris is, zeg maar. Dus in riolen moeten ze. En iemand die moet het slachthuis schoonmaken nadat het gebruikt was. Dus ja, er zitten best wel wat klusjes bij. Ik heb daarna de video in elkaar gezet en heb mijn blogpost geschreven. Toen heb ik nog wat boeken op de e-reader gezet. En ben ik naar Onder Vuur gaan kijken. En daarna Roze Geur en Wodka Lijmen. Dus dat was het ook wel. Ik ga nu in ieder geval eerst even stofzuigen. En dan ga ik jullie gewoon meenemen in de klusjes die ik ga doen. Dus ik ga even muziek aanzetten. En dan ga ik even aan de gang. Thank you.
Zo, ik heb net de katjes gevoed. Je hebt nu lekker een eten op. Ik heb ook eventjes net de waterkoker eventjes met schoon water gekookt. Dus nu is het kalkte weer uit. Ik heb dat best wel snel, omdat ik heel hard water heb. Dus ik heb gewoon heel snel last van kalk in mijn waterkoker. Maar hij is nu weer lekker schoon in ieder geval. Dat is wel fijn. Het keukenkastje is ook opgeruimd. Dat is ook wel lekker. Althans, ik heb het nu in een mandje gezet. Was natuurlijk niet helemaal, daar was ik al wel een beetje op voorbereid. Maar ik probeer nu gewoon zoveel mogelijk op te maken. En dan hopelijk dat met de tijd gewoon alles in één mandje kan. De nagellakjes heb ik er even uitgehaald, want die wil ik in een gewone bak gaan doen. Maar ik wil alles weer eventjes een keer gaan gebruiken. En dan daarna het in de bak doen. Onder het mom van ook roteren, zeg maar. En daarna heb ik nog eventjes boven iets gedaan. En ik heb eventjes in mijn boek voor mijn blog in YouTube gewerkt. Dus dat was wel lekker. Nu ga ik zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond komt Ik Hou van Holland weer. Vanavond is ook het einde van Fortnite. Dus vanaf vanavond gaat hij op zwart. En dan kunnen we morgen weer verder spelen. Moeten we wel helemaal opnieuw beginnen. Daar baal ik van. Ik was net in level 93. Maar ja. Weet je, het is wat het is. Ik merk wel dat ik er nu beter in word en dat het ook gewoon prima is. Ook vanavond komen de alleskunner VIP's. Dat vind ik ook altijd wel leuk. Dat wil ik ook wel even gaan kijken. Ja, en verder eigenlijk wordt het gewoon vrij relaxed. Ik wil wel het grootste gedeelte van de vlog eventjes in elkaar zetten. Dus dat is ook wel even fijn als dat klaar is. En dan ga ik onder vuur kijken en Roosgeur en Motkelijm. Dus dat wordt verder ook de avond. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Ja, het jeukt en het doet zeer. Het is van alles wat. Maar goed, ik ga dus eventjes relaxen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 18 september. Ik zit even op de bank, want ik ben de update van Fortnite aan het uitvoeren. We hadden gevraagd of ik een potje meedeed, want Frank en Natalie zijn dit seizoen nu aan het streamen. Toen vroeg Frank van, doe je een potje mee? Ze zegt, ja, is goed, maar ik heb dus een update, omdat er een nieuw seizoen is en dat duurt er heel lang. Dus ik kan nog niet aansluiten. Ik heb gisteravond Ik Hou van Holland gekeken en naar Alles Kunnen VIP's. Het was allemaal wel weer heel leuk. Ik ben verder gegaan met Splatoon en ik kwam nu eindelijk wat verder, want ik was iets vergeten en daardoor kon ik dus niet verder. En dan kwam ik dus gisteren ineens achter van, hey, volgens mij ben ik iets vergeten. Dus dat was wel fijn, dus zo kon ik verder uiteindelijk. Ik heb de vlog voor het grootste gedeelte al in elkaar gezet, dus dat was ook wel heel fijn. Toen ben ik Onder Vuur gaan kijken. Ik vind het zo'n goede serie. Ik hoop echt op een seizoen 2. Ik weet niet of dat erin zit, maar ik hoop het eigenlijk wel, want ik vind hem echt heel goed. En daarna heb ik Roosgeur en Motkelijm gekeken. Ik ga zo meteen eventjes stofzuigen. Dan wacht ik even tot de update klaar is. En dan ga ik nog even diamond painten. En ik ga straks even foto's maken. En dat is het dan ook. Dus ik zal straks even de fotospullen laten zien. Maar verder wordt het eigenlijk niet zo heel veel. En dat is ook wel lekker. Dus ja, ik zal het straks eventjes laten zien. En dan ga ik zo meteen hopelijk even Fortnite spelen. Dus ik ga nu eerst even stofzuigen. Ik heb fotospullen gepakt. Ik heb hier allereerst een Hydrating Glow Multi-Use Spray voor je gezicht, je lichaam en je haar met kokosnootwater erin. Ik heb hier de Quick Dry Nail Spray van de Action. Die ga ik nu eens proberen. En ik heb hier twee lipsticks van Maybelline. Dit zijn die Superstay Matte Ink Lipsticks. En hier ga ik deze twee kleuren nu van fotograferen. Dus dit ga ik nu eerst eventjes doen. Nou, het gamen was gezellig. Ik heb twee potjes gedaan. Bij mij duurde de update vrij lang. Dus ik kon ook niet heel lang, maar het was ook goed. Ik moest de foto's nog maken, dus dat is inmiddels gelukt. Ik ben nu op zoek naar een livestream voor Ajax, want die begint zo meteen. En het is niet op de zender die ik heb. Daar baal ik een beetje van, dus ik hoop dat ik nog iets ga vinden. Ik zal de tv even uitzetten. Ik ga soms dan ook eventjes lekker relaxen en proberen dus een livestream te vinden. Dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond kijk ik weer Weet ik veel en daarna Alberto Stegeman. Dat gaat verder, het vervolg. Ik wil sowieso even mijn nagels doen en ik moet foto's bewerken. Vanavond kijk ik sowieso Onder Vuur en Vuurtje, maar ik moet ook even een aspirintje nemen, want ik heb een beetje hoofdpijn. Dus dat ga ik zo eventjes doen.
En ja, hopen dat Ajax wint. Ik ga Leon ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Dus ja, ik voel me nu even gewoon een beetje hoofdpijn. Ik baalde van dat Ajax niet op tv is, dus ik moet even wat gaan verzinnen. Maar goed, dat ga ik eventjes doen en dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 19 september. Ik ben klaargemaakt. Ik heb het koud op dit moment. Ik heb last van mijn buik. Ik voel me niet helemaal topfit. Ja, buikpijn hoort er altijd een beetje bij. Maar ik heb er nu wel weer heel erg veel last van. Ik heb vannacht ook met een kruik geslapen. Alleen die ging door mijn pyjama shirt heen. En dat ging weer jeuken. En ja, dat was allemaal niet zo heel fijn. Maar goed, ik heb het nu dus gewoon wel koud. Ik heb wel het rooster ook dicht gedaan nu. Ik weet eigenlijk dat het beter is om een rooster open te laten. Maar ik wil gewoon absoluut nog niet stoken. Want het is pas september en we weten niet hoeveel kou er nog aankomt. En ja, aangezien nu die prijzen zo door het dak gaan, wil ik eigenlijk het stoken zo lang mogelijk uitstellen. Dus ik wil eigenlijk gewoon het liefst het gewoon met truien en zo gaan oplossen. Maar ja, aangezien het van de week wel weer iets warmer wordt, dan wordt het geloof ik 20 graden. Ja, wil ik daar nu nog niet mee gaan beginnen. Want ja, als ik nu al truien ga dragen, weet je, dan is het gewoon zo dat ik straks, als het echt heel koud wordt, niet zo heel veel meer aan heb. Ik heb net even mijn nieuwe sport voor jullie gevlogd. Ik heb een nieuwe sport die ik aan het doen ben. Dit is niet een hele lange workout. Het is een workout van 10 minuten. Hij is best wel intens, want je krijgt er onwijs spierpijn van. Je gaat er ook echt wel van zweten. Maar ik had wel zoiets van, ja, het is wel even tijd voor iets nieuws. Ik ben gewoon op YouTube gaan zoeken. En daar kun je ook best wel goede sportoefeningen doen. Dus ik ben deze gaan doen. Dus die ga ik zo eventjes laten zien. Ik had even Nederland 1 erop staan. Want daar wordt nu begrafenis van de Queen uitgezonden. Of begrafenis. Eigenlijk noem je het geen begrafenis, toch? Als iemand bijgezet wordt. Ja, weet je wat ik heel bijzonder vind? Dat alles zo netjes op die kist blijft liggen. De kroon die staat erop. Ze hebben er nog iets anders neergezet. Een soort van stokje lijkt het wel. Waarschijnlijk zeg ik nu iets wat heel raar is. Want ik weet dus niet wat het is. Maar het is dus een, ja, een soort stok met wel iets van diamanten eraan of zoiets. Wat mij ook opvalt is dat Prins Harry en Prins Andrew dragen niet het pak wat de anderen dragen. Dat komt natuurlijk omdat ze niet meer van het koninklijk huis zijn. Of in ieder geval, ze zijn wel van het koninklijk huis. Maar doordat er heel veel gezeur is geweest, Harry weet ik sowieso dat hij er niet meer bij zit. Andrew, daar is ook van alles mee aan de hand. Ze mochten dan wel het pak aan van de week toen ze bij de kist hebben gestaan. Bij het afscheid van het volk. Maar dat was ook maar 10 minuten. En eigenlijk mocht Harry hem, die mocht hem wel aan, maar er moesten weer insignes van af. En toen had Harry gezegd van ja, dan kan ik net zo goed mijn eigen pak aantrekken. Toen mochten die insignes weer blijven zitten. Het is wel een heel gedoe, maar als je ziet hoeveel mensen daarvoor uitlopen, dat is best wel bijzonder om te zien. Ze gaan nu de kerk in op dit moment en ja, duurt allemaal heel lang. Ze wordt 6:15 pas bijgezet, Nederlandse tijd. Dan is het in Londen dus 4:15. Dus ja, dat is op dit moment aan de gang. Ik heb gisteravond weer meegespeeld met weet ik veel. Het was weer drama. De app bleef het doen omdat ik hem dus niet meer verbind met de televisie, maar het ging gewoon niet goed. Het waren moeilijke vragen, ik heb niet goed gescoord. Dus dat was minder. Ik kende ook de mensen niet die meededen. Het was een sporter en twee zusjes, maar ik kende ze gewoon niet. Allemaal niet. Daarna heb ik Alberto Stegeman gekeken. Dat was een vervolg van vorige week. Dat vond ik wel heel interessant. Ook wel heel heftig, maar ik vind het gewoon heel tof hoe zulke mensen erop afgaan. Dat was mooi. Ik heb mijn foto's bewerkt. Ik heb Vuurzee gekeken en Onder Vuur. Andersom dus, Onder Vuur en Vuurzee. Ik word helemaal gek van al die vuren. Maar dat was goed. Mijn boek is weer bijna uit. Het is wel weer jammer, maar goed. Ik ga nu in ieder geval eventjes de kattenbak lekker doen en eventjes houden aan de gang. En dan kunnen jullie even gaan kijken naar mijn nieuwe sport die ik dus ben begonnen.
Zo, ik heb inmiddels alles weer gedaan. Op de achtergrond hoor je de wasmachine, die is nu aan het centrifugeren. Als die straks klaar is, kan de was mooi de droger in. Ik dacht, laat ik toch nog even een was aanzetten, want ja, de wasmat zat nog niet heel vol, maar beter een beetje voorwezen. Dus dan heb ik dat in ieder geval alweer weg. Ik had gisteravond trouwens mijn nagels gelakt. Ik heb het lakje er hier wel bij gepakt. Dat is deze. Deze, het is al een oudje. Het is er eentje uit de limited edition, namelijk Pure Simplicity. En dit is de kleur 202 Naked Petals. Maar ik vond hem wel weer eventjes leuk. Zo roze is wel leuk, want ik had dus even dat mandje leeg gehaald. En dan kom je dus weer allerlei leuke kleurtjes tegen. En hij werkt nog prima, dus hartstikke leuk. Ik had gisteravond ook nog naar Ajax gekeken. Nou, dat was echt om te huilen. Daar wil ik het liever ook niet over hebben, want het was echt heel slecht. Dus ja, ik kwam zo'n lieve foto tegen van Muis. En die wil ik even met jullie delen, want hier was Muis echt nog baby. Kijk, babymuis. Hij is niet heel scherp. Deze foto is van 10 jaar geleden. Toen waren de telefoons nog iets minder scherp als nu. Maar dit is babymuis. En babymuis die had net met haar neusje in de choco gezeten. Dus vandaar dat ze een bruin vlekje op de neus heeft. Maar ik vond het zo lief dat ze nog zo klein was. En nu is ze zo groot. Nou, ik heb alles lekker klaar. De douche is gedaan. De kattenbakken zijn schoon. De gang is schoon. Dus dat is allemaal wel weer heel erg lekker. Mijn buik viel nog steeds niet lekker, dus ik hoop wel dat dat straks een beetje wegtrekt. Dan moet je straks weer eten. En ik had gisteravond ook al niet heel veel trek, dus ik heb wel wat gegeten. Maar het was nou niet dat je zei, het is heel veel. Dus ik hoop wel eventjes dat dat straks wat beter gaat. Ik ga zometeen in ieder geval even relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Hopelijk gaat het goed. Nou, vanavond is het gewoon weer tijd voor goede tijden en de Meilandjes. Dus dat is super leuk. En daarna ga ik denk ik nog wel even wat terugkijken en even Fortnite doen. Want ik ben gisteren ook nog even aan het spelen geweest. En er zijn momenteel zoveel spellen die ik leuk vind om te spelen dat ik gewoon elke keer moet kiezen. Oké, welk spel ga ik nu doen? Ga ik Splatoon doen? Ga ik GTA doen? Of ga ik Fortnite doen? Of al mijn andere spellen die ik ga doen? Het is gewoon ja, eventjes heel lastig om te kiezen soms. Sowieso ga ik vanavond mijn blogpost schrijven en de video voor morgen even inplannen. Want morgen komt de boekvideo online. Want ik heb voor volgende week dinsdag ook nog een andere video die denk ik ook wel leuk is. Ik maak de laatste tijd op dinsdag ook best wel vaak dat ik een video online plaats. Maar komt, ik heb momenteel zoveel ideeën in mijn hoofd soms dat ik gewoon anders ja, er af en toe voor kies om dus een keer een extra video te plaatsen. Maar goed, dat zie je dan vanzelf wel. Ik ga verder vanavond Onder Vuur kijken en weer Vuurzee. Onder Vuur ben ik nu bijna doorheen en volgens mij Vuurzee ook door seizoen 1. Maar goed, ik ga kijken of de was zo klaar is. Dan ga ik die in de droger doen en dan ga ik jullie gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 20 september. Ik ben klaargemaakt. Het is vandaag Prinsjesdag. Heb ik er wat van gezien? Nee. Ik kijk vanavond gewoon eventjes het nieuws. Ik heb het liever in een beetje Jippie Janneke taal. Want de taal die de koning spreekt begrijp ik echt voor geen meter. Er zitten vaak zoveel moeilijke woorden in. Dat ik het liever eventjes gewoon op televisie kijk vanavond in het nieuws. Zodat het gewoon iets makkelijker uitgelegd wordt. Dus dat vind ik zelf een iets beter idee. Ik zie dat ik een eerste chip heb op mijn nagellak. Dus die wil ik zo wel even bijwerken. Kijk, zijkantje ligt eraf. Ik moet het voor dit weekend toch nog weer eventjes opnieuw doen hoor. Eventjes mooi maken. Want het weekend ga ik ook wat leuke dingen doen. Maar daar kom ik nog eventjes later op terug in de volgende vlog wel. Dus ja, dat ga ik vanavond wel even zien. Ik heb gisteren Chateau Meiland gekeken. En ik heb gegamed met Nathalie. Was echt super gezellig. We zaten Fortnite te doen. Dus dat hebben we eventjes lekker gedaan. Toen heb ik daarna even Chateau Meiland gekeken. Dat was ook alweer super leuk. Toen heb ik mijn video in elkaar gezet. Mijn blogpost geschreven. Toen ben ik Onder Vuur gaan kijken. Vanavond helaas de laatste uitzending. Deze aflevering. Die kwam met zo'n hoogtepunt tot zijn einde. Dat ik gewoon echt zin heb om vanavond verder te kijken. Er komt een seizoen 2. Daar ben ik heel blij mee. Dat heb ik gelezen. Ik heb het even opgezocht. En er komt een seizoen 2. Dus dat vind ik echt super leuk.
En ik heb Vuurzee gekeken. En vanavond heb ik ook de laatste aflevering van seizoen 1. Dus daar ben ik dan ook weer doorheen. Dan heb ik nog een seizoen en dan is het klaar. Nou, ik ga zo meteen een video opnemen. Vanaf deze week ga ik dus weer op donderdag boodschappen doen. De vakantie van mijn coach zit er bijna op. Dus donderdag is zij er weer. Maar ik ga dus nu naar de donderdag. En in het begin, toen filmde ik altijd op maandag voor de zaterdag video. En dan deed ik op dinsdag zeg maar de douche, de wc, slaap, of de douche, de gang en de badkamer. Maar omdat de katten nu zo gewend zijn dat ze op maandag een schone kattenbak krijgen, laat ik dat maar zo. Dan ga ik op dinsdag gewoon filmen. Ik moet eventjes een lamp vervangen, want de lamp in mijn slaapkamer is net geklapt. En ik heb wel zeg maar nu van die ledlampen. Dus je kan er nu eentje weer van in. Ik moet er wel weer eventjes een paar bij kopen. Maar ik ben dan wel het type dat eerst wil dat alle lampen geknapt zijn voordat ik een nieuwe lamp erin doe. Dat ik er niet dan nu al nieuwe lampen in draai. Dat vind ik dan weer zonde van die lampen die er nog liggen. Maar ik heb ze van de Action en de energieklasse schijnt niet heel fantastisch te zijn. Maar ja, ze zijn natuurlijk ook best wel duur. Maar ze zullen evengoed wel energiebesparend zijn. Ja, ik weet het allemaal niet zo goed. En daarna ga ik een leuk project doen. Ik ga namelijk kleurkaarten maken voor mijn stempelkussens van de Action. En daar zal ik jullie dan eventjes in meenemen wat ik dan precies ga doen. Dus dat is even de planning. Ik ga nu even stofzuigen en de spullen klaarzetten om de video op te nemen. En dan ga ik jullie daarna eventjes verder meenemen. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Ik heb even wat spullen gepakt, want ik ga dus inkt... lijsten maken. En dat ga ik dus doen van deze inkpads. De choke inkpads. En hier ga ik dus een mooie overzicht van maken dat ik weet welke kleur welke is. Dat ga ik dus doen met de puntjes. Ik ga dus allemaal hartjes uitsnijden. Die ga ik instempelen met de inkpads. Die plak ik op en dan schrijf ik er dus onder welke kleur het is. Dus ik ga ze even op volgorde leggen en dan ga ik deze dus instempelen. Dus dat is voor nu even de planning en dan plak ik ze op en dan schrijf ik eronder welke naam het is. Dus dat ga ik nu eventjes doen, dus het leek me leuk om jullie daarin mee te nemen. Thank you.
dit was dus het idee. Op zich lukt het goed, maar ik weet niet of ik helemaal tevreden ben. En daar komt toch weer dat stukje preciesheid aan kijken, waarvan ik denk van ja, ik weet niet of ik helemaal tevreden ben. Voor nu ga ik er in ieder geval mee ophouden, maar ik moet even nadenken of dat ik opnieuw wil beginnen of dat ik hem zo laat. Maar daar ben ik dus nog niet helemaal over uit. Ik ben wel benieuwd wat jullie ervan vinden. Op zich vind ik het idee wel echt top, maar ja, ik weet niet of ik de uitwerking voor nu echt fantastisch vind, zeg maar. Nou, ik heb alles weer klaar. De lamp vervangen is niet gelukt, want ik had dus geen passende lamp. Dus daar moet ik even naar kijken. Dus ik heb nu alleen het nachtlampje. Dat is een beetje vervelend, maar ja, is even niet anders. Ik had gewoon geen andere lamp. Ik heb even de tafel binnengehaald, want ja, je gaat nu toch niet meer buiten zitten. De herfst is op komst. De stoeltjes inklappen lukt er nog niet, dus die staan nog wel buiten. Maar de tafel is in ieder geval buiten binnen. Mijn moeder zei al, kun je niet laten staan, maar het is toch hout. Dan durft het niet aan, dus die is alvast lekker naar binnen. Video opnemen ging wel vlot. Ja, dat kleurkaarten maken, ik ben gewoon nog niet helemaal tevreden. Ik ben best wel precies van mezelf, dus het is dan soms best wel een lastige eigenschap. Dus ik weet nog niet helemaal of ik tevreden ben, of dat ik dit ga laten, of dat ik toch opnieuw begin. Daar moet ik nog even over nadenken, want het plan zit dan helemaal in mijn hoofd en de uitwerking komt dan even niet helemaal lekker tot z'n recht. Dus ik moet daar nog even flink over nadenken in ieder geval. Maar het was wel, het idee is er in ieder geval. Ik moet alleen even kijken of ik deze uitwerking top vind of dat ik toch opnieuw wil beginnen. Gisteravond of gisteren belde mijn moeder Nathalie en Lente nog even videobeelden. Dat was zo lief, want Lente die kan nu ook meer praten. Zij zei, hallo tante. Dus dat was echt super lief op haar manier. Dus dat was echt heel erg leuk dat ze dat steeds meer kan, steeds woordjes. Dat was wel eventjes heel erg leuk. Ik ga zometeen even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond gewoon GTSC en vier handen op één buik. Misschien nog gamen, dat weet ik niet. Moet ik eventjes kijken wat ik ga doen. Ik ga sowieso de vlog afmaken. Mijn foto's bewerken. De laatste aflevering van Onder Vuur kijken. En de laatste aflevering van seizoen 1 van Vuurzee. Ik ben een nieuw boek gestart, dus dat is ook wel leuk. Dus dat wordt eigenlijk ook een beetje wat ik vanavond ga doen. Ik ga bij deze in ieder geval de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. En daarnaast staat een belletje. En als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online staat. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even dat duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!